Klinkt heftig. Een dieselwagen die in de sloot terechtkomt, maar gelukkig viel het uiteindelijk allemaal mee. Toen de brandweer maandagochtend de melding kreeg, werd met groot materieel uitgerukt. Politie, brandweer en de milieudienst kwamen ter plaatse. Daar bleek dat de 20-jarige chauffeur van de dieselwagen in de drassige berm de macht over het stuur was verloren. Hij werd nagekeken door het ambulancepersoneel en even meegenomen naar het ziekenhuis. Toen de sloot later gereinigd werd, was de chauffeur echter alweer aanwezig om mee te helpen met opruimen. Zijn vrachtwagen was helaas wel totelos. Ruim 4000 mensen melden zich in de eerste dagen van Beuningen on Ice. De ijsbaan in het centrum van Beuningen had daarmee een druk openingsweekend. In de komende week komen nog een aantal schoolklassen op bezoek. Daarna is de ijsbaan nog tot en met 7 januari te bezoeken. Ook RN7 is deze week aanwezig op Julianaplein in Beuningen. Op alle werkdagen van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds maken we radio vanaf de ijsbaan. Nog een paar uur en dan geven studenten de figuurlijke sleutel van het Bascafé over aan studenten van 4 andere Nijmeegse studieverenigingen. Dat gebeurt in het kader van Serious Lockdown, een actie waarbij studenten 48 uur lang geld ophalen voor Serious Request. In het café eten, drinken en roken de studenten niet en voeren ze opdrachten uit die voor eenzelfde bepaalde bedrag mogen worden ingezonden. Woensdagavond wordt bekend hoeveel de studenten hebben opgehaald.